Nou, we hebben een heel aantal standhouders van diverse plumage. Er is een lokale bierproeverij, er is een wijnproeverij. Kindertjes kunnen een worstje maken. Ja, eigenlijk echt de worst day, maar op een hele leuke manier. Ja. De firma Huls die is volop bezig, ook op biogebied en dergelijke. Maar ook vegetarische worst wordt er vandaag laten we proeven. Wat heet vrije varkens, scharrelvarkens? Er zal vast een selectie van het assortiment zal van scharrelvarkens zijn. Maar ook niet alles. Ik denk dat als we alle mensen willen voeden, dan heb je ook nog wel de veehouderij volop nodig. Nou, ik vind het natuurlijk leuk om als gastheer heel wat mensen over de vloer te hebben. Te laten zien wat we hier daags doen. Maar eigenlijk is het ook wel bedoeld als een stukje bewustzijn van als je vlees eet, eet dan, wat ze dan zeggen, van het hele varken. Dat je dan niks weg hoeft te gooien. Een stukje duurzaamheid en volle inzetbaarheid. Beer and chicken en the worst day, dat wisselen we eigenlijk per jaar af. Waarbij we het ene jaar dus the worst day doen, het andere jaar beer and chicken. Beer and chicken gaat echt om lokaal bier en kip van de veldhoef uit Albergen. Zetten we daarmee op een voetstuk. Heel mooi innovatief bedrijf die het beste voor heeft voor de pluimveehouderij. En the worst day is eigenlijk echt bedoeld, wat ik al zei, mensen breed kennis laten maken met het vakmanschap van worst maken. Ja, ik ben mede-organisator van dit event, de Worst Day. We doen dit nu voor de vierde keer in Almelo. Het is een heel laagdrempelig evenement. En wordt samenwerken met SVO, opleiding voor de vleessector, georganiseerd. Die hier vrijwillig op een vrije zaterdag staan om vooral kinderen te leren worst maken. Hè. Dus inderdaad de consument heel dicht bij het mooie product worst te brengen. En in samenwerking met Zwanenberg en wat andere partijen die met elkaar vrijwilligerswerk, met elkaar een mooie product dicht bij de consument brengen. In een jasje gegoten van een beetje food event, ambachtelijk gebrouwen biertjes, leuke muziek erbij. Ja, dat moet helemaal lukken denk ik vandaag. En voor de vierde keer, dus de afgelopen drie keer was het best wel redelijk succesvol. Dus we hopen vandaag ook weer op veel mensen, veel bezoekers. We hebben een standbordbuffet. Vanaf 17:30 wordt dat opgediend met allerlei kassen rib en rookworst en spekjes. Het is €10 per persoon. Onbeperkt standbord eten met mooie worstproducten en mooie gerookte bacon. Dus vanaf 17:30 kunnen mensen aanschuiven. Mooie bietenstandbord volgens mij, een zuurkool en een hutspot. En nog een rucola standbord. Wie heeft de hutspot gemaakt? Volgens mij is dat via Soweco gegaan. Ja. Ja. Wat ik even laat vertellen, is een heerlijk ouderwetse stamppot. We zijn hier vanmiddag op de kunstmarkt in de Schijlvorst. Ja, er is hier van alles te zien. Het is een aanloop van mensen de hele middag zo door. U ziet handwerk. Producten, u ziet schilderijen, keramiek. Er wordt een workshop gegeven, tekenen. Er is heel mooi houtsnijwerk. Ja, er is eigenlijk voor elk wat wils. Vandaag hebben we kunstmarkt op het werkcentrum. En die kunstmarkt had ik niet zo heel veel zin om in mijn eigen werk daar te gaan staan en dan de hele dag achter een kraampje staan. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik geef een gratis les portret tekenen. En daar zijn we nu met z'n allen mee bezig, hier. En ik merk toch wel dat mensen dat heel erg leuk vinden, vooral ook omdat het gratis is natuurlijk. Maar ook omdat je heel makkelijk een heel snel resultaat hebt. Kijk, deze mensen zijn dus spontaan binnenkomen wandelen. Nou ja, ik heb natuurlijk een beetje reclame gemaakt op Facebook. En maar dat is dan toch handig waar veel aanmeldingen zijn. Er zijn een paar leerlingen die al bij mij in de les zitten, die het wel leuk vinden. Nou, neem je vriendje, vriendinnetje, kennisje mee. En misschien komen er dan gewoon nog nieuwe leerlingen bij je. Dat kan wel mooi stimuleren natuurlijk. Ja, maar er worden meer lessen gegeven, ook 's avonds. Dus ik zou gewoon het wijkcentrum binnenlopen. Want Ricky Verschuur die geeft ook les. En er zit volgens mij nog iemand, daar weet ik de naam niet zo van. Maar ik zit in ieder geval woensdagochtend en donderdagochtend. En je kunt hier gewoon vrij binnenlopen en je aanmelden en gewoon leuk meedoen. Wie ben jij? Quinten Tijink. En wat brengt je hier? Mijn moeder zit hier op tekenles bij Rob. En ik vind het heel leuk om te tekenen. Ik zie dat je heel druk bezig bent. Mm-hmm. Ja, ik ben hier om beter een gezicht te leren tekenen. En heb je ook zin om verder te gaan met tekenen? Ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Mevrouw, wat heeft u op de kunstmarkt gebracht? Doordat mijn vriendin
Erna. Die zit hier op schilderclub, precies bij mevrouw, ik weet niet hoe ze heet, maar... Die was even aan het kijken naar echt schilderijen en naar de kunst hier, gewoon omheen wat mensen maken. En heeft u al het een en ander gezien aan kunst of aan creativiteit? Dat houtwerk vind ik heel leuk voor kerstspullen, dus ik denk dat ik zoiets mee ga nemen. Zij is sinds kort begonnen met de buurtpreventie hier op de Schelvast. En we zijn haastig op zoek eigenlijk ook naar vrijwilligers die willen lopen. En dat is de reden waarom jullie hier nu aanwezig zijn? Ja, ook dat. En natuurlijk de mensen bewust van te maken dat een buurtpreventie op de Schelvast is. Ja, want het bestaat toch niet zo heel erg lang, hè? Nee, wij weten dat we op de Riet zijn ze begonnen. Ze zijn al 2 jaar bezig met de Riet. En we hebben hun om hulp gevraagd. Dus vandaar dat we eigenlijk hier zijn begonnen op de Schelvast. Omdat wij vinden dat de mensen om 7 uur 's avonds ook nog gewoon fatsoenlijk met de hond kunnen lopen. Zonder aangevallen te worden of rare mensen tegenkomen of criminaliteit. Noem maar op. Ontdek High Tech Event, het event voor kinderen om techniek te ontdekken. En het staat in het teken van beleving. Kinderen kunnen hier beleven, techniek ervaren, doen, om maar te zien hoe leuk techniek is. Hoeveel kinderen hebben jullie gehad? Vanmorgen hebben we al 1000 leerlingen hier gehad, die allerlei proefjes gedaan hebben en gewoon hebben ontdekt. En wat is nou het doel van al dit streven? Het doel is om kinderen op een jonge leeftijd te laten interesseren of te laten zien hoe leuk techniek kan zijn. Om zo een keuze voor de techniek hopelijk te stimuleren. Want er is een tekort op de arbeidsmarkt en dat begint al heel jong. Als je jong niet laat zien hoe leuk techniek kan zijn, kiezen ze nooit voor techniek. En is dit nu alleen weggelegd voor de WizKids? Nee, absoluut niet. Nee, we richten ons echt op alle niveaus. Dus we hebben ook evenementen voor het VMBO, voor het MBO, voor de HAVO, VWO, tot en met de universiteit. Dus echt van alle lagen en alle niveaus bieden we dingen aan. Dit is een hele speciale zeehond. Het is een robotzeehond. Dan kunnen ze lekker thuis knuffelen. Ja. En dat is natuurlijk ook fijn, want als je allergisch bent voor een hond of zo, dan kun je gewoon met deze hond knuffelen. Ja. Nou, deze mag je meenemen als je dat graag wil. Die? Ja. Dit? Echt? Zeker. En dan kun je die met een pootje afvliegen. Nou, nu is dit een groot spektakel. Is dat eenmalig of doen jullie dit vaker? Nee, dit is eigenlijk de 5e keer dat we... We hebben het nu Ontdek High Tech Event genoemd. Maar het was voorheen de High Tech Ontdekkingsroute. En we zijn absoluut van plan om dit te continueren. Want ja, als je al die blije gezichten ziet, wil je dit vaker doen. Wat voor bedrijven staan hier? Is het plaatselijke bedrijven of landelijk? Ja, nee, het zijn allemaal bedrijven uit Almelo. 12 high-tech bedrijven. Soms onderdeel van een landelijk concern, maar met allemaal een vestiging in Almelo. Nou, en hoe lang gaat het duren? Vanavond tot 9:30. Maar dan heeft de lach ook lang geduurd. Vanaf 9:00 vanmorgen tot 9:30 vanavond. Actie, zo noemen we dat. Waarbij, als het goed is, een hele schuimfabriek ontstaat. Ja. Hebben jullie er zin in? Ja! Dan tellen we af. 5, 4, 3, 2, 1. We gaan eens zien of er wat gebeurt. Oh, er gebeurt niks. Cola. Ja, laat maar dat een beetje. Oh, het sneeuwt. Lijkt net op de Nee, maar wij hebben het ook gehad. Ja, niks. Ja, niks. Hebben jullie nog wat te
eten. We hebben het ook nee, niet. Nee, nee, we hebben ook honger. En zorg gewoon voor jezelf. Nou, dat hebben we. Maar dus niet hoor. Jullie zijn dat. Nee, dat is zijn dat. Nee, dit is ons knutje. Ik wil jullie hier niet bij hebben. Wat is dat, Nelis? Oh nee. Nelis? Nee, nee. There's an attitudist badness just speaking on the shore. And it might not be a straight line when it comes right to your door. Opportunity comes knocking while you're down on lazy bones. Come to that town, oh, you're back to chasing ghosts. Come to nightfall, I'll just get back to chasing ghosts. Dus ik heb een haiku geschreven. En omdat het ook mijn enige haiku is die ik ooit geschreven heb, heet het gedicht ook gewoon een haiku. Dicht voor me, zei je. Je was best dik geworden. Dus ik zei, haiku. Snap je? Haiku? Er zijn miljoenen kleine helmen. Die in de morgen vroeg opstaan, niet voor applaus en niet voor rijkdom, maar voor een doodnormale baan. Er zijn miljoenen kleine helden die zich geen illusies maken, niet voor faam en niet voor roem, doen zij belangrijke zaken. Er zijn miljoenen kleine helden die hard werken zonder graaien. Het zijn miljoenen kleine helden die de wereld laten draaien. De zwarte kringen om mijn ogen. De geel-groen-paarse regenbogen. De serene rust in jouw gezicht. Bla, 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 kutgedicht. Hier in de zaal aan zitten als lid van 50 plus. En,
Je kunt hier gewoon in de zaal zitten als lid van 50PLUS en alle zuurstof die uit de ruimte zuigen om de rest van het leven te straffen voor uw eigen totaal ongelukkige, volkomen mislukte leven. De bal ligt vanavond bij u, dames en heren. Lift u mee op de moraalridders, de TNA-ladies, de doorzakkende zeiksnan die dit land in één grote veilige haven wil veranderen. En van die mensen die tijdens de ramadan nog niet eens naar de muppets durven te kijken omdat ze bang zijn dat die chronisch ongestelde, voortdurend hysterische mispik die de moslims voor de kop stoort. Of ziet u op mijn lijn en denkt u, fuck it. Fuck it. Als we elkaar al niet eens meer mogen beledigen, wat is dan in godsnaam het nut nog van de medemens? Ja. Ja. Ik kan zo een tegeltje. Katholiek, jongen, wat moet je doen met die katholiek? Die moest ophokken. En hij wordt in één keer wakker en hij zegt van, katholiek ophokken, schitter mijn plan, katholiek ophokken. En laat ze dan meteen die verschrikkelijke eindprocessie op zijn mens nemen. En dat is mooi aan een tukker, hè. Een tukker zegt bijna nooit iets, maar als je dat niet zegt, dan is er geen kloten van de verzaak. Groep 6 van de Wereldboom deed mee aan het nationale schoolontbijt en zat bij burgemeester Arjan Gerritsen aan tafel. De gemeente Almelo schonk €200 in het kader van het goede doel aan de stichting Kinderpostzegels. Ik ben er heel erg blij mee. Nou, top. Dank jullie wel allemaal. Zo'n bolletje, zo'n klein bolletje. Dank je. Wat wil je hebben? Thee. Volgens mij is dat thee, ja. Oh ja, ja. Ik weet niet of volgens mij is het al rechtgelegd aan thee. Ja, suiker. Wil je suiker bij? Maar jij weet wel hoe het moet. Wat vindt u belangrijk aan een gezond ontbijt? Nou, wat ik heel belangrijk vind aan ontbijt is dat je ontbijt. Hè, want dan krijg je energie van voor de dag die voor je ligt. Als je moet leren of sporten of werken. En wat ik ook belangrijk aan een ontbijt vind is dat het lekker is. Want we willen natuurlijk ook dat het lekker is. En er is heel veel dingen die gezond en lekker zijn. Maar ik zit helemaal onderin. En dat is eigenlijk... Hoe ziet voor u een gezond ontbijt eruit? Nou, dat kan elke dag een beetje wisselend zijn. Hè? Kijk, als je ontbijt met koffie en een stroopwafel, dat is niet zo gezond. Maar als je ontbijt met een lekker glas melk en een bordje met yoghurt en muesli, of een bruine boterham is nog gezonder dan een witte, met jam en niet te veel zoetigheid, dan denk ik dat je wel een gezond ontbijt hebt. U heeft ontbijten met leerlingen van de Wereldboom. Wat vond u daarvan? Sowieso heel erg leuk. Het is heel erg mooi dat de Wereldboom dit faciliteert, hier aan meedoet. En het is nog mooier om te zien dat de leerlingen uit groep 6 van de Wereldboom ook zo actief zijn in de stad. Begaan zijn met elkaar en met de dingen die ze doen, het leven van alle dag. Dat is heel erg leuk om ook de jongste inwoners van de stad op deze manier te ontmoeten. En het is uiteraard heel erg goed dat ze aandacht krijgen voor een goed ontbijt. En uiteraard het goede doel, Stichting Kinderpostzegels, waar kinderen overal in Nederland goed mee geholpen zijn. Het werk van Joost van den Toren bestaat vooral uit bronzen beelden, meestal opgebouwd uit herkenbare vormen. Hier het bronzen Mystery Zone uit 1995. Nodigen een serieuze rechtbank en een vrolijke pinguïn u uit tot bezinning?